The Funix Music Awards. 10 years. Ik zei al van tevoren tegen jou van, ik heb het gevoel dat dit de guy gaat zijn die bro, hem gaat pakken. Bro, je zei het meteen al. Ik zeg je eerlijk, die credits geef ik je. Want hij is bij ons in the building. Give it up voor niemand minder dan Tropi. Yes, yes, yes. Best producer. Dat vind ik wel leuk om te horen. Dat heeft hij echt gezegd. Je hebt een goed jaartje achter de rug. Ja, klopt. Veel heerlijke tracks. Klopt, ja. Ome Duo is ook laatst uitgekomen. Ik kan je vertellen, het is toch elke keer spannend, man. Ja? Ik zat wel, mijn vriendin zat naast me en zegt, ben je zenuwachtig? Maar ik wou het eigenlijk niet zeggen, maar ik zei, ja, toch wel een beetje. Toch wel een klein beetje gezonde toch zenuw. Toch wel een gezonde spanning, jawel. Want, ik weet niet meer, weet jij ongeveer hoeveel is dit? Dit is nu de vierde. In totaal? Ja, dus vorig jaar best album en best collabo met Einstein met Moolah en Louis. Ja. En daarvoor best producer en dan nu weer, ja. Weer best producer. Fucking mooi, man. Ja, echt blij. Heel dope. Hoe zorg je ervoor dat je dan toch, je pakt natuurlijk award na award en je krijgt heel veel waardering. Hoe zorg je ervoor dat je toch gewoon weer gaat zitten in die studio en weer die banger gewoon eruit gooit? Is dat een stukje werkethiek, motivatie? Ja, ik denk het wel. Voor mij is het gewoon van, als ik in de studio ben, dan luister ik eigenlijk als fan ook, snap je? Dus dan denk ik van, wat wil ik horen als fan? Want ik luister zelf ook muziek, dus ik ben ook fan daarvan. Dus ik wil het zelf ook opzetten. En dan komen er toch altijd wel goede muziek uit. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Keihard, man. En pas geleden is Ome Duo uitgekomen. Ja. Je was bij Club Caché ook in de building. Toen vertelde je over hoe die track tot stand is gekomen. Angela Groothuizen. Angela Groothuizen, bro. Wow. Ga je dit jaar met nog meer van dat soort aparte collaborations komen? Weet je wat het is? Als je dit een half jaar geleden aan mij had gevraagd, had ik ook nee gezegd. Snap je? Want het ging gewoon echt organisch hoe we zo bij haar waren gekomen. Dus ik kan het nu niet zeggen, maar... Ja, er zal vast wel een keer iets geks, iets heel onnatuurlijks weer gebeuren. Maar ik kan er nu niet één opnoemen. Maar ja, ik hou daar wel altijd van. Een beetje dingen van, ja, wat je niet verwacht. Ja. Dus ik denk het wel. Maar is er ook een nieuwe collaboration die je nog nooit hebt gedaan, die op de plank staat nu? Ik heb natuurlijk al met best wel veel mensen gewerkt. Ja. Dus in Nederland niet echt. Maar internationaal ga ik wel heel binnenkort met mijn eigen single met Morat komen. Mm-hmm. Oh, dope. Dat gaat niet lang meer duren. En nog met de andere grote Spaanse artiesten op. Dus er komen gekke dingen aan. Muy importante. Ja, zie. Ik wil eigenlijk ook de man achter de schermen eventjes erbij halen. Die mic daar is voor jou. Ja. Kom even. Jongens, ik ken je. Nicky bij ons in de building. Applaus sowieso voor Nicky. Dankjewel. De schermen, ik noem het even zo. Hoe voelt het om te zien van Tropi, jij kent hem al nu een aantal jaartjes. Hoe is het om nu zo te zien van die guys gewoon weer best producer gewonnen, verslaat gewoon even al die gasten? Wow, ik zeg je heel eerlijk, ik heb tien jaar werk ik al samen met Brian en we zijn echt letterlijk van niets naar iets gegaan, snap je? 10 jaar terug, ik stond televisies te verkopen in de Mediamarkt. Hij stond pakken te vullen bij de Jumbo. En dat we 10 jaar later na dato hier staan en dat hij weer zo'n prijs heeft gewonnen. Ja, dat is hartstikke mooi om te zien, man. Ik ben super trots op hem. Hij heeft er hard voor gewerkt. En ik wens hem nog echt heel veel succes en sterkte in de toekomst, man. Echt waar. Kijk eens. Hallo, man. Ja, mooi, man. Met Nicky aan je zijde komt het goed. Sowieso, tuurlijk. Weet je wat ik mooi vind? Zeg maar, hij is heel erg... Je hebt toch die Mattie die echt achter je staat, die echt gewoon... Ja, door dikke en dun, puur gewoon. Sowieso. Dat hoor je. Volg hem als de schaduw. Dat zal nooit veranderen. Wow, dat zal nooit veranderen. Maar we gaan er niet hij was over... rapper ook, hè? Maar dat is voor een andere keer. We gaan er niet over 5 jaar achterkomen dat jij zo'n ghost producer bent, toch? Nee, zeker niet. Oké, dan. Mooi. We gaan inmiddels verder met de awardshow. Tropi, ik ga je heel veel plezier toe wensen. Ik wil iedereen sowieso bedanken die op mij heeft gestemd. Shout-out naar jullie allemaal die nu luisteren. En ik waardeer het heel erg. En er komt veel nieuwe muziek aan. En ik check jullie bij een van mijn shows. Wauw, Tropi in the building. Lekker. Yes. The Funix Music Awards. 10 years.